Dag allemaal, wat fijn dat je weer bij mij aan tafel schuift. Vandaag ben ik bezig geweest met een, spatbord misschien, van een brommer? Ik heb geen idee. Van een fiets? Ik heb geen idee. Ik zal je even de foto laten zien die ik hiervoor heb gemaakt, zodat je weet hoe dit eruit zag. En we gaan dit maken. Wat heb je daarvoor nodig? Ik heb de materialen bij elkaar verzameld die je nodig gaat hebben. En ik zie nog één dingetje, dus die ga ik direct mee beginnen. Ik heb deze letters gebruikt en die komen uit zo'n groot papierpakket van de Action. Ik heb deze vissen gebruikt. Dat is een mandala die ik met de hand gemaakt heb. Daar heb ik wat puntjes van afgeknipt en er bovenop geplakt. Ik heb... ik zie steeds meer. Ik heb micro distress glaze gemaakt. In de video leg ik uit wat het is en hoe je het zelf kunt maken. Maar dat staat weer in een ander videootje, maar daar verwijs ik dan naar. Ik heb lijmspray gebruikt. De lijmspray is van de Action. En daarbij heb ik transferfolie gebruikt. Deze is van de Action. Deze van de Xenos. Een beetje blauwig en een beetje koper. Ik heb gesso gebruikt voor de ondergrond. Ik heb een schuurblokje gebruikt om het plastic sowieso wat op te schuren, zodat de gesso er beter op blijft liggen. Ik heb ondergoed gebruikt. Dat plakken we op het plastic. Daar zie je straks niet heel veel meer van. Maar het geeft een basis om op te werken. Het plastic is verdwenen en misschien word je geïnspireerd om tot een mooi resultaat te komen. Daarbij heb je ook je plaatjes nodig die we hier op gaan plakken. We hebben een kwast nodig. We hebben de Heated Craft Tool nodig. Kan ook zonder. Ik heb hem gebruikt en dat scheelt heel erg met het wachten tussen de verschillende lagen. Een schaar. Een beetje zeegroenblauwe acrylverf. Ik ben dol op de zee en op deze kleur. Deco Varnish. Het is vernis. Dat gebruikte ik in combinatie met de lak. En deze Deco Art Metallic Patina. Dit is de 637 Renaissance Gold. Dat mengde ik. En dan krijg je een beetje een transparantere verf, zodat de ondergrond zichtbaar blijft. Dat zie je ook in de video. Twee soorten Mod Podge. Gewone Mod Podge. Deze is een matte medium. En de Creapodge Pearl. Hoeft niet. Heb ik wel gebruikt. Ik zie er verder niks meer van terug. Ik dacht, dan heb ik een mooie pearl look. Maar goed. Een toiletrol voor de limespray om je oppervlak een beetje schoon te houden. En Treasure Gold. Een van mijn favorieten. Hebben we verder nog wat nodig? Ik denk het niet. Ik denk dat we met deze materialen die ik net heb laten zien tot dit eindresultaat kunnen komen. Kijk je mee? Dan kan jij het straks ook. Deze vond ik dus op straat ergens. Blijkbaar was die niet nodig. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het van een brommer afkomt. Er zit een beetje een gat in hier. Dus ik denk iemand had hem niet meer nodig. En legde hem op een muurtje. Want dan kon ik hem vinden. Laten we het zomaar uitleggen. Er zit ook ergens nog een scheur in volgens mij. Oh ja, hier zit een scheur. Voor het project waar ik dit voor wil gaan gebruiken. Maakt het niet uit dat er butsen en scheuren in zitten. Want hij gaat niet op een brommer. Al zou het wel leuk zijn, maar ik heb geen brommer. Ik ga er een uithangbord van maken, denk ik. En dan, omdat dit plastic is, ga ik de voorkant toch een beetje schuren. En dan ga ik er gesso overheen doen. En ik ben benieuwd of ik deze en de cijfers in stand kan houden. Dus als ik het opgeschuurd heb en gegessoed en gedroogd, ben ik bij je terug. Dit is droog. Ik heb ook de... Oké, de zijkant er nog niet helemaal, maar dat komt wel. Ik kan het nog even afnemen. Ik heb de onderkant ook een beetje gedaan. Het gaat erom dat we hier ons ondergoed weer op kunnen plakken.
En wat is ondergoed? Dit is ondergoed. Stukjes papier uit boekjes die je kapot hebt gesneden. Oude pockets. Je kunt ook wegenkaarten gebruiken. Er is van alles te verzinnen om als ondergoed te gebruiken. En ik ga er tekst op plakken, want ik ben dol op boeken. Dus ik ga mijn ondergoed opplakken en ik ga ook zorgen dat het wat overlapt. En dat doe ik met mijn Mod Podge. En ik ga natuurlijk nog steeds proberen om die 78 en dit stuk over te houden. Dus als ik dat gedaan heb, kom ik weer bij je terug. Ik heb alles bedekt met mijn laagje ondergoed. En ik heb een pearl medium gebruikt dit keer. A, omdat ik het heb. Komt bij de Action vandaan. En B, omdat het dan een kleine zachte glans geeft, wat ik wel leuk vind. Achterkant ook. Een tip, als je dit zou doen met zoiets dergelijks wat je misschien gevonden hebt, dan wel iets anders plat. Zorg ervoor dat je genoeg ondergoed hebt wat je er omheen kan vouwen. Anders zit je echt te priegelen, want dat heb ik net ook gedaan. Ik was het her en der wat karig geweest. Maar dit is het tussenresultaat. En het een en ander heb ik gedroogd met een heated craft tool van Ranger. Ik raad je zo'n ding aan, want dan hoef je niet uren te wachten. Nou ja, misschien een half uur voordat het droog is. Waar gaan we mee verder? Ik ga de ondergrond verven met acrylverf. En ik denk dat ik het met een metallic patina doe. Daarna komt er een wat blauwe acrylverf overheen. En ik doe acrylverf en geen waterverf of wat dan ook. Want ik weet het niet, misschien hang ik hem wel een keertje buiten. Als er dan water op komt, op wat voor manier dan ook, dan gaan we het uitlopen. En dat zou ik zonde vinden. Dus eerst deze ondergrond. Een beetje bruinig. Glansbruin. En misschien doe ik er wel wat vernis bij. En zo ja, dan laat ik het hier direct zien. En dat vernis zorgt ervoor dat de kleur wel mooi blijft, maar dat het nog iets transparant blijft. En ik ga kijken of het niet te transparant blijft. Dan komt de acrylverf eroverheen. Dan gaan we er nog een laag plaatjes overheen plakken. En één daarvan is deze. Dit is een mandala. Deze zie je ook in het begin van de video. Deze heb ik zelf gemaakt. En ik ga daar stukjes van, patjes van, hier overheen plakken. En dan gaat mijn naam, Craftiste, erop. Met deze letters. En dan zien we wel weer verder. Dus, ik wilde dus eerst dit gaan doen. Nou, het is heel simpel. Ik zal een wat smaller kwastje pakken. Ja. We doen wat verf op de ondergrond. En we gooien direct wat vernis overheen. Beetje van hetzelfde. Beetje dezelfde hoeveelheid. Roeren we het hier overheen. En als het goed is, krijgt... Ja... Behouden we de achtergrond. Tot zo. Mijn ondergrondje is droog. En ik heb ondertussen al wat plaatjes bij elkaar gezocht. Die er bovenop geplakt gaan worden straks. Dus ik ga dit erop plakken. Denk ik toch eerst. En dan gaan we deze blauwe eroverheen doen. Ook weer met de vernis. Zodat we de ondergrond blijven zien. En dan gaan we wel weer kijken hoe dat gaat uitpakken. Laat me dit er even op gaan lijmen. Ik neem aan dat je dat allemaal niet hoeft mee te kijken. Het gaat gewoon weer met de Mod Podge. En dit keer met de gewone. We zijn weer een eindje opgeschoten. Ik heb alle plaatjes erop geplakt. En toen ik bezig was, ontdekte ik dat ik mijn mandala vergeten was. Dus die heb ik toch ook een plekje gegeven. Een tip. Als je zelf geprinte plaatjes gebruikt. Ik heb deze mandala had ik op een laserjet geprint. En laserjet inkt gaat reageren met water. En Mod Podge is wateroplosbaar. Dus daar zit ook wel wat vocht in. Dus als ik dan direct met mijn Mod Podge over mijn afbeelding heen ga, dan krijg ik een probleempje. En dat probleempje is dus dat mijn inkt gaat mengen met de zijkant.
Om dat op te lossen is er een micro distress glaze. En dat is een soort van vettige substantie. Die kun je eroverheen smeren en dan kun je hem oppotjen en dan gaat er geen inkt verdwijnen. Dit kun je zelf maken, je kunt het kopen. Tim Holtz heeft het gemaakt en het is dus die micro distress glaze. Maar dan moet je weer geld betalen en als je nog wat 70% alcohol en vaseline in huis hebt, kun je dit ook heel eenvoudig zelf maken. Wil je weten hoe dat moet? Ik plaats hier rechtsboven een linkje, want ik heb een korte video gemaakt om je dat uit te leggen. En nu gaat het spannend worden, want ik ga met... Is het droog? Ja, zo goed als. Beetje verder nog. Een paar plekjes. Ik pak mijn paletje er weer bij. Oh, die zakjes zijn zo handig. Een schoon stukje. Zo goed als schoon. Ah. Oeh, dat is mooi. Dat kun je nog wel eens op een ondergrondje gebruiken. Oh. Kijk eens wat een cadeautje is. Ik ga het eerst even uitproberen. We gaan hetzelfde proces doen. Acrylverf. Hoppatee, blokje. Vernis. Beetje ongeveer hetzelfde hoeveelheid. Kwastje erbij. Mengen. En, oh, ik vind het spannend. Ik vind het te spannend. Even testen. Even testen op iets. Als ik hier overheen ga, kijk ik er dan nog doorheen. Nou, water erbij. Water. Misschien met water. En we gaan er overheen. Nu ga ik ook over de cijfers heen. Want ik heb niet opgelet. Ja. Dat is Lucas. Die wil wat eten. Hé, Lucas. Kijken als ik er met een doekje overheen ga of ik nog wat af kan nemen. Ja. Kijk, het mag wel. Maar ik wil het er niet te dik op hebben. Ik wil gewoon de ondergrond nog kunnen zien. Nou, ik ga het afmaken. Want ik zit er toch maar met mijn arm voor. Tot zo. Terwijl dit lag te drogen, heb ik mijn letters uitgeknipt. Dat komt van zo'n craftvel van de Action. Dit ga ik erop plakken. En dan gaan we natuurlijk de boel nog een beetje opleuken met de Stabilo. En wat glitters. En nee, dat gaan we straks wel even zien. Ik ga eerst dit er even opplakken en laten drogen. Krijg je hier vieze handen van? Jazeker, hier krijg je vieze handen van. En ik heb ze al een keertje gewassen na het lijmen, want anders bleef ik overal aan plakken. Het zit erop. En we pakken onze Stabilo. En dat is de Stabilo All 8046. Geweldig potlood. En het is nog niet helemaal droog. Ik heb de randjes ook nog even groen gemaakt. Dus ik moet een beetje oppassen. Maar ik wil gewoon verder. En dan gaan we de randjes mee kleuren. En een beetje spuug. Wrijven we ze uit. Krijgen ze een beetje een rokerige rand die afstaat, die ze naar voren brengt eigenlijk meer. En dat ga ik ook voor wat van mijn plaatjes doen. Ik laat je zo het eindresultaat zien. Zullen we wat inzoomen? Zo ziet het eruit. Nou, maar we zijn er nog niet hoor. Ik heb nog even. Dit gaan we nog even opleuken.
En dat doen we met wat folie. En dat gaan we deze, we gaan beide gebruiken, denk ik. En mijn wc-rolletje. Ik ga even een schoon wc-rolletje halen. Schoon wc-rolletje. Mijn lijmspray. Ik ga even mijn lijmspray schudden, dus ik zet je even uit, want dat maakt zo'n lawaai. Transferfolie. Het wc-rolletje gebruik ik met de lijmspray, omdat als ik dat niet doe, dan spray ik mijn hele tafelblad en alles wat er omheen staat. En alles was kleverig en vies, dus daar heb ik niet zo'n zin in. Dus gaan we dat door een wc-rolletje doen. Dan wordt dat een beetje beperkt. We leggen transferfolie op de ondergrond met de glanzende zijde naar boven. Die willen we uiteraard zien. En trekken dat eraf. En als het niet goed pakt de eerste keer, dan trek je nog een keer. En dan komt er vanzelf transferfolie op. En je kunt doorgaan totdat je geen plakkerigheid meer voelt. Dan heeft hij hem gepakt. En zo ga ik een beetje door. Zullen we straks terugkomen? Ga ik dit even lekker doen. Dat zit erop. Kun je het zien? Ik hoop dat je het kan zien. Dat het glimmert. In het licht. Erg leuk effect. Er zit lijm aan mijn vingers. Trek bijna mijn plaatjes eraf. Ik ga met mijn geliefde Treasure Gold nog her en der over mijn werk. Dus laat ik dit even afmaken. Dan doe ik de buitenrand nog even met Stabilo. En dan zijn we weer terug. De buitenrand met de Stabilo zit er ook omheen. Ja, nu begint hij aardig in de buurt te komen van wat ik in gedachten heb. Ik denk dat ik met wit nog wat ga doodelen. En dat is een witte Faber-Castell pen. Maar ook proberen een highlight neer te zetten op de letters, zodat we die nog ietsje beter zien. Zo een beetje. Nou, nog een beetje doodelen. En dat is niet heel veel. Tijdrovend. En doodelen is voor mij gewoon puntjes zetten. Deze ga ik even afmaken. Tot zo. Deze noem ik af. Ik ben er heel blij mee. Ik heb een foto gemaakt van voordat we dit gingen bekleden. Die zie je nu in het beeld verschijnen. Versus deze. Dan is dit toch veel leuker. Om aan je voordeur te hangen bijvoorbeeld. Misschien dat ik hier nog een laagje vernis over doe, maar ik laat hem nu even goed drogen. Daar komt het sprookje. Ik heb voor mezelf bedacht, dit wordt een sprookje. Als je dit een leuke video vond, geef me dan een like. Knopje zit beneden. Je kunt je ook abonneren, als je dat zou willen. Hier beneden staat een rode abonneerknop. Boven de beschrijving volgens mij. Klik daarop. En heel magisch verschijnt er daarnaast dan een notificatiebelletje. En als je daarop klikt, nog magischer, krijg je elke keer een melding wanneer ik een nieuwe video op YouTube heb gezet. Ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen, maar het is een wonder. Daarnaast kun je mij ook vinden op Facebook. En heel magisch verschijnt nu in je linker onderhoek het adres van mijn Facebookgroep. Kun je ook aanmelden. Ik zet het ook in de beschrijving hier beneden. Ik vond het leuk dat je er weer bij was vandaag. Ik hoop dat je geïnspireerd bent om zelf aan de slag te gaan. En ik zie je heel graag weer terug, hier bij mij op tafel.
Thank you.